Harte goede dag en welkom. Dit is DTV vanuit Lelydorp, de Lelydorperweg. De bedoeling was dat wij dus dan vandaag een interview zouden doen met de zoon van de president, de heer Rishano Santokhi. Vanochtend werden wij dus dan benaderd door Rishano Santokhi voor een interview. In eerste instantie wilde hij het interview doen thuis bij zijn vader. Wij hebben afgezien van die uitnodiging. Want ik bedoel, je gaat niet naar de president toe, maar als de president jezelf niet uitgenodigd heeft voor een gesprek. Ik neem u mee naar die apps met meneer Rishano Santokhi vanochtend. Die heeft mij geappt. Goedemorgen. Wanneer kan je mij interviewen, zegt Rishano Santokhi. Ik zei, oké, nu als je wilt. Hij zei toen zei van ja. En ik heb hem toen gevraagd, waar ben je? En toen zei hij, kan je komen naar mijn vaderhuis aan de Rooslaan nummer 2? Ik heb direct contact opgenomen met de directie van DTV. En we hebben het besproken. En ik zei nog van, kijk, de president heeft mij niet uitgenodigd. Dus ik zou niet thuis bij de president willen gaan. En zomaar gewoon omdat de zoon vraagt voor een interview. Wij hebben gezegd van nee, we gaan niet naar het huis van de president aan de Rooslaan nummer 2 zoals hij dat geschreven heeft. Ik heb hem gevraagd verder, kunnen we het telefonisch doen? Want dan zouden we gewoon een foto van hem zetten en dan dus dan telefonisch het gesprek met de heer Rishano doen. Hij zegt, liever met beeld. Ga je komen? Ik zei van, boy, laat me weer even afstemmen. Ik heb weer afgestemd met de leider van DTV. Van hij wil beeld, hij wil niet via de telefoon. Nou, we hebben dus dan weer contact met hem gemaakt. Ik zei van, kijk, we gaan voor een neutrale plek. We gaan niet thuis bij de president, want de president heeft mij niet uitgenodigd. We gaan naar een neutrale plek. Toen zei hij van, hij heeft een oom aan de Lelydorperweg nummer 13. Daar zal hij zijn en daar gaan we dus dan het interview doen. Zo gezegd, zo gedaan. Geloof mij, wij hadden heel veel items op programma vandaag. Er is nu een zwaar item in Paramaribo. Ik heb mijn bedenkingen over deze hele scenario. En we zijn hier. We hebben gereden van de stad. Na het item met de bushouder zijn we naar hier gekomen om Rishano Santokhi te interviewen. We zijn aangekomen op het adres dat hij door heeft gegeven. En dat is een supermarkt. Lelydorp supermarkt. Dat is nummer 13. Lelydorperweg nummer 13. Het is een supermarkt. Wij hebben dus dan daarna weer gebeld met Rishano. Meerdere keren. Zoveel keren. Dan neemt hij op. Dan zegt hij hallo. Dan zet hij ons op mute. Tot het laatste moment waar hij dus dan iemand heeft gezet. En ik belde. En toen heeft iemand opgenomen die zei van, meneer Rishano is nu niet hier, hij heeft zijn telefoon achtergelaten en hij is niet te bereiken. Maar ik heb een paar minuten geleden met hem gesproken, hij zou nog naar voren lopen voor het interview. Hij is nergens te vinden. Wij weten dat dit een scenario is, want het zwaar item dat daar is, waarschijnlijk willen ze niet dat we het uitzenden. En je denkt van, de zoon van de president, ja, ik bedoel, iedereen wil het interview om te horen wat hij te zeggen heeft over de zoveel zaken die wij nu zien gebeuren in Suriname. Gisteren nog hadden we een paar zware uitspraken van de vicepresident en al die zaken. Dus je neemt aan van, oké, hij heeft je uitgenodigd. Laat ons gaan. Laat ons gaan horen wat de zoon van de hoogste man in het land te zeggen heeft. Maar het is een zware scenario geweest om ons uit te lokken. Om het item dat in de stad is niet te doen, maar hier te zijn. Wij voelen ons gepakt. Heel erg ook. Heel erg ook. Ik lach erom, want ik Maar ik vind het bijzonder onprofessioneel. Ik weet niet alles wat met on te maken heeft. Ik bedoel, als zoon van de president van een republiek gedraag je niet zo. En ik heb gesproken met Rishano Santokhi. Dit is ook niet een takwasmakoplei Rishano Gimi. Nee, ik ken zijn stem. Ik heb vaker met hem gesproken. Ik heb gesproken met de heer Rishano Santokhi. Ik heb bewijzen ook. Ik heb mijn telefoon hier. Ik heb alles. Ik vind het onkan. En als we op dit niveau de zoon van de president
en je gedraagt je zo, dan weet ik niet wat ik moet zeggen. Ik ga geen oordeel daarover vellen. Maar wij hebben het gedaan. Wij van DTV zullen, we zeggen niet dat we nooit meer zullen praten met Cristiano, want je weet niet wat de ontwikkelingen met zich zullen brengen. Dus we zeggen nooit, nooit, nooit. Maar geloof mij, wat mij betreft, ik ga nooit meer op een afspraak met deze man, omdat hij onbetrouwbaar is. En als van onbetrouwbaar, je weet niet met welke scenario's hij allemaal bezig is in het land. Voor ons is dit gedaan. We zijn hier aan de Leliedorperweg helemaal weggehaald van de stad waar we heel veel items hebben, waar we over zware dingen zouden praten vandaag. En we hebben toch hiervoor gekozen, want het was een, like, hey, gaan we dat doen, gaan we Cristiano? Ik sprak nog met Damaru zelf, als ik het zijn naam mag noemen, want soms komt hij wel in beeld wanneer we bepaalde besluiten moeten nemen. Ik zei hem van, hey Damaru, gaan we naar de stad, gaan we hier? Hij laat ons altijd zelf ons dingen bepalen, maar het is heel moeilijk gegaan. We hebben gekozen om hier te komen en dit is wat we hebben gehad. Ik vind het heel erg, verschrikkelijk erg. Ik voel me zwaar gepakt. Maar je kiest me one lazy, tweede lazy aan het lukken. Dus het zal nooit meer lukken dat deze zoon van de president, de Cristiano Santokki, ons weer gaat pakken bij DTV. Daarvoor zullen we zwaar waken. We gaan eruit. Dankjewel voor het willen kijken. Sorry dat we het item niet kunnen brengen. Echt vanuit het hart. Sorry, sorry. Maar dit is wat gebeurd is. Ciao.